Als iemand in dit land de liefdeskunst ontbeert, hij leest dit gedicht en zal volleerd beminnen. Een schip krijgt vaart door zeil- of roeikunst. Rijkunst maakt een wagen snel. Ook liefde wordt door kunst geleerd. Goedenavond. Als je een boek wil lezen, dan kan je er één kopen. Maar je kan er ook één lenen. Weet dan dat u niet de enige bent. Alleen al in Antwerpen lopen er meer dan 80.000 mensen rond met een bibliotheekkaart. Maar bij het lezen van die ontleende boeken wordt er al eens gegeten, geniest en naar het toilet gegaan. En dat laat sporen na. Hoog tijd voor een grondige analyse. Man over boek. Op het eerste zicht lijkt hier alles spijs en vrij. Duizenden boeken staan rustig te wachten op een potentiële ontlener. Maar wat als toevallig de vorige ontlener van jouw boek griep had of geelzucht, kan je die ziekte zomaar overzetten. Met andere woorden, kan je ziek worden van een boek uit de bibliotheek. Voor het antwoord op die vraag heb ik bewijsmateriaal nodig. En dat haal ik zorgvuldig uit de rekken. Voilà, dit zijn ze. De 10 meest uitgeleende boeken van de Permeke Bibliotheek in Antwerpen. Allemaal steriel verzameld en verpakt. Er zit werk tussen van Dimitri Verhulst, maar ook van Jeff Nijs. Pieter Aspe zit er ook bij. En met deze vangst trek ik nu naar het labo. Ja, zwaailicht, schoon puur voor de show, dat heb ik gewoon altijd al eens willen doen. Maar toch, ik vertrek op een belangrijke missie naar het Universitair Ziekenhuis van Leuven, naar de dienst Bacteriologie en Toxicologie. En daar gaan hopelijk al de boeken hun geheime prijs geven. Professor, ja, laat ons beginnen met de belangrijkste vraag. Is er een van die boeken die u ook gelezen hebt? Ik vrees al dat die vraag zou komen. Jommeker heb ik zeker al gelezen. Classic. Ja, we zijn op de dienst Bacteriologie. Wat denkt u op bacteriologisch niveau terug te vinden op deze boeken? Wel, het is de eerste keer dat we dit type van onderzoek doen en we hebben het eens nagekeken. Ik geloof niet dat er in de literatuur al veel geschreven is op bacteriën op literatuur. Dus het benieuwt mij ook ten zeerste. Maar wat ik verwacht is dat in de eerste plaats dat we op die boeken de bacteriën gaan vinden die op onze huid voorkomen. Want ik vraag me af, je hebt toch mensen die gaan naar het toilet met zo'n boek en die lezen daar ook echt terwijl ze... Wel, ik moet toegeven, en mijn huisgenoten kunnen dat bevestigen, dat ik dat af en toe ook wel eens doe. Maar indien men de juiste volgorde van handelingen op het toilet volgt, zou het toch zo moeten zijn dat er weinig bacteriën die niet op de boeken moeten komen, erop zouden terechtkomen. En als we niet de juiste volgorde hanteren? Wel, dan zou het inderdaad kunnen dat bacteriën die behoren tot onze darmflora, dat die op de boeken terechtkomen. Want de bacteriën uit mijn darmflora ben ik minder vies van dan van iemand anders wel. Ja, ik weet het. Dat is een algemeen menselijk gegeven. Maar ik kan u toch geruststellen, in grote lijnen zijn die bacteriën bij alle mensen dezelfde. Dag, professor. Goeiedag. Hallo. Ja, toxicologisch onderzoek. Wat verwacht u? Wel, we gaan eens kijken naar de meest populaire drugs in onze maatschappij en zien of dat daar sporen van aan te treffen zijn op de kaften van deze boeken. Hebt u ook al boeken onderzocht? Nee, dat is een primeur. Hè. We zijn dus heel benieuwd. Het is een beetje koffiedik kijken wat we gaan vinden. Maar daarom juist, wetenschappelijk gezien, des te interessanter. De onderzoekers gaan aan het werk. Boeken worden zonder genade aan flarden geknipt en in vloeistof gedompeld. Elk spoor wordt onderzocht. De boekextracten worden tot op het bot geanalyseerd. En één week later is er resultaat. Hoe luidt het bacteriologisch verdict? Zoals we min of meer verwacht hadden, vinden we op vele boeken huidbacteriën terug. En sommige van die bacteriën kunnen in grote concentraties en uitzonderlijk ook infecties geven. De meeste bacteriën vinden we terug op kinderboek, jommeke en op dagelijkse kost. Hebt u niets gevonden dat toch specifiek heel interessant was om toch te vertellen? Wel, ik denk dat er twee, moet ik zeggen, interessante of grappige vondsten zijn. We hebben deze boeken ook gecontroleerd op virussen. En op twee boeken, namelijk 50 tinten grijs en tango, hebben we de aanwezigheid gevonden van het herpes
simplexvirus type 1, dat verantwoordelijk is voor de gekende koortsblaasjes, maar dat ook via seksueel contact kan overgebracht worden. Dus ja, misschien zegt dat iets over de inhoud van die boeken. Maar wat we op de boeken hebben gevonden, is zodanig laag in aantal dat er geen enkel risico is voor de gezondheid van de mensen die boeken komen lenen in de bibliotheek. Dan toxicologisch gesproken, professor Tietgat, ja, ook heel benieuwd of u iets gevonden heeft. Ja, we hebben inderdaad iets gevonden en het was voor ons toch ook wel verrassend in die zin. We hebben eerst gekeken naar cannabis, een populaire drug, en dat was nergens aantoonbaar. Dus goed nieuws, drugvrije boeken. Maar een andere populaire drug, cocaïne, dat was overal aanwezig. 100%. Elk boek scoorde positief. En dat was toch wel wat verrassend, omdat je weet, ja, er zijn kinderboeken bij, gelijk Jommeken hier voor mij, 50 tinten grijs, die scoorde als het ware even slecht. Het was aantoonbaar, maar er is ook wel goed nieuws, dus we moeten het direct nuanceren. Het is niet zo dat wanneer je dan die boeken aanraakt en gaat ontlenen, lezen, dat je dan je gedrag of bewustzijn ziet veranderen of dat je bijvoorbeeld een rit in de Tour de France gaat winnen. Het zijn echt sporenhoeveelheden, achtergrondhoeveelheden, maar het is duidelijk aantoonbaar. Dus mijn dochter gaat naar de bibliotheek en ze neemt daar de schildpaddenschat mee. Gaan die sporen van cocaïne ook opgenomen worden in haar kleine lichaampje? Wel, in theorie kan dat zeker en vast. Hè. De meetmethoden in de toxicologie zijn zodanig gevoelig dat je dat zou kunnen detecteren in bloed, in urine, zelf in de haren bijvoorbeeld. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat het een farmacologisch effect heeft. Het zijn te lage concentraties. Kan u een straatwaarde op de boeken kleven nu? Wel, naar de cocaïne zelf zal dat laag zijn, hè, omdat we dus echt praten over achtergrondconcentraties. Hè. Het zijn, nogmaals, het zijn geen concentraties waarvan je als het ware zegt ik ga dit boek lezen en tegelijkertijd een lijntje snuiven. Ja. Dat is niet zo. Nee. Oké, goed, ik ga de boeken toch maar meenemen. Je weet maar nooit dat er toch iemand in de verleiding zou komen. En ik ga je ook een hand geven, uiteraard, ondanks de herpes en de mogelijke cocaïne die eraan zou kunnen hangen. Dank je wel. Graag gedaan. En bedankt. Man overboord. De collega's. Dit is Jan Eelen, regisseur, maar ook scenarist van onder andere In de Gloria, Het Eiland en De Ronde. Series die tot ons collectief geheugen behoren. En dit is Saskia de Koster, schrijfster van Dit is van mij, Eeuwig Roem en Wij en Ik. Saskia en Jan komen allebei uit Linden, maar ontmoeten elkaar voor het eerst. Saskia is fan van Jan en krijgt een uur om uit te vissen hoe hij schrijft. Meneer Jan Eelen, jij bestaat echt, of wat? Dat klopt, ja. Dat is geen schrijverscollectief. Nee, nee, nee. Mag ik je roosteren met een paar vragen? Ja, toegelaten, toegelaten. Allee, dus je schrijft hier. Ja. Begint je dan met van die bekende, allee, of van die types? Of heb je acteurs in je hoofd waarvan je weet van oh, Frank Fokketijn die gaat geknipt zijn om weet ik veel, een kantoorklerk te spelen? Of zo? Nee, je begint altijd met een verhaal of met een idee. Bij de Ronde lag ik aan een zwembad en ik wou Parijs-Roubaix zien en ik kon maar niet. Dat was ergens, ik weet al zelfs niet meer waar. En zo is dat idee gekomen van die dag van de Ronde. En dan moest ik gewoon beginnen nadenken van wat kan ik zich allemaal op een dag afspelen dat interessant is. Want daar was ik echt wel jaloers op. Allee, zo van dat idee dat je gewoon, dat zo gedurfd ook. Vooral die mengeling zo van fictie en het echte, hè, en dat dat zo perfect door elkaar loopt. Maar ik wist het moment dat ik dat had. Ja, dat is een top idee. Ik heb ook geen enkele acteur. Maar moet je zeggen, van, allee, je moet dat doen of dat je moet dit. Ja, dat idee dat overtuigde zo hard. Maar dat was ook direct het probleem. Want je wist ook van, ik ga dat niet meer kunnen lossen. Dat gaat het worden nu. En je wist ook direct dat dat heel veel geld ging kosten. Dat wist ik ook direct. Na In de Gloria, als ze mij van een BRT, ja, ik wilde iets voor je maken. Ik dacht, oh, wow, dat vind ik wel, ja, dat is goed. Maar ik wist, ik had dat nog nooit gedaan. En dan heb ik zo'n boek gekocht. How to be funny even when you're not. Dat vond ik echt een goede titel. En dat was een hele goede boek om zo... hoe dat je een karakter moet opbouwen. Dus bij ons, in Alain van Dam bijvoorbeeld, die had een bladzijde lang weg die je beschreven van... Die heeft een speciale lach, heeft allergieën, dat stond er allemaal... Allee, en tussen al die personages stonden ook lijnen die je bewondert en die is afgunstig op den die. En dat was eigenlijk uw het veld waar je mee kon spelen. Vroeger keek ik altijd van die rode plakken in mijn gezicht en in mijn nek als ik zo wat nerveuzig was. En, ja, dat gaf natuurlijk geen goede indruk. En dan ben ik naar een dokter gegaan en die hebben dan een pilletje voorgeschreven. Ik moet zeggen, dat helpt precies wel. Want ik ben nu al eens een paar keer naar het toilet geweest om te gaan zien. En ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Allee, ja, ik ben natuurlijk wie dat ik ben. Hè. Als jij een personage creëert,
Zie je die voor u? Helemaal? Maar dat is zo... Ja, maar eigenlijk is het raar bij mij. Ik begin zo heel visueel. Ik heb altijd het gevoel dat je dat zo ziet. Of ja. Dat er zo beelden zijn en dat ik dat in woorden omzet. Dus ik heb zo wel een beeld, maar ik kan niet zeggen van dat is nu een foto van mijn personage of weet ik veel, Stefan, zo de vader ja. In Weinig. Ik je zou niet weten hoe dat hij eruit ziet, maar ik weet echt perfect wat dat hij doet. Of... Maar als je dat voor je ziet, dan ziet het zijn kop toch ook? Nee, dat is het. Dus die draait zich altijd om. Ik maak van allerlei rommel, omdat dat gewoon bij mijn personages hoort. Dus bijvoorbeeld zo van die doosjes en zo. Dus dat is zo Stefan zijn ding, met foto's zien en dan... Meen je dat nu? Geheimen en zo. Ja, maar dat helpt mij echt. Of ik vind dat plezant. En hier zitten dan briefjes in. En, omdat dat zo'n man is die dat allemaal niet gaat tonen. En die zijn hok in een tuin heeft en daar is hij aan het werken en zo. Ik heb niet de luxe dat ik acteurs heb die ik kan uitkiezen. Dus ik maak die dan zelf. Maar en is dat iets heel meisjesachtig? Dat is het grote verschil met uw deadline en mijn deadline. Uiteindelijk, uw deadline... Bij u begint het dan pas. Nee, dan betanten is, uw deadline, is er iemand die zegt van, hey, doe een boek klaar? Ja, of, allee, ik wil dat nu niet in balans leggen met ander. Maar mijn deadline is een cameraploeg die klaarstaat. En een hoop acteurs. Die mensen staan allemaal in uw nek te ademen. Ja, die dat een contract hebben en die zeggen van, dat is de eerste draaidag. En dus meer concreet als dat kunnen niet worden, want dat kost gewoon gigantisch veel geld. Linde, groet Linde. Zeer van jou en je vragen genoten. Jan. Voilà. De snijders van de ronde. Fantastisch. Ga ik inkaderen. Het toegelaten. Merci. Dag mevrouw. Dag. Ja, soms kan de man achter het werk ontmoeten enorm tegenvallen. Maar nu viel dat meer dan mee. En ik heb er ook nog een stuk interne keuken bij. Dus ik ben helemaal gelukkig. Er zijn mensen die boeken tot op het bot analyseren. Anderen houden zich liever bezig met de teksten van The Beatles. Wanneer John Lennon hoort dat zijn oud-leraar Engels zo iemand is, schrijft hij voor de grap een volstrekt onbegrijpelijk nummer, vol nonsens en wartaal. John Lennon schrijft I Am The Walrus in 1967. Veel inspiratie krijgt hij door veel LSD. Maar de titel van het nummer ontleent hij aan een boek van een zekere Lewis Carroll. Dat is een Britse wiskundeleraar en ook amateurfotograaf die leefde aan het einde van de 19e eeuw. Zijn favoriete fotomodel staat op deze cover. De 10-jarige Alice Little. Carroll loopt zo zot van haar dat hij zelfs sprookjes voor haar schrijft. En daarom kent u deze Alice Little wellicht als Alice in Wonderland. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. John Lennon is eigenlijk meer onder de indruk van het vervolg. Alice in Spiegelland. Daarin ontmoet Alice een bende rare figuren die aan de andere kant van haar spiegel leven. Een walrus en een timmerman die een aantal oesters uitnodigen voor een wandeling op het strand, waarna de walrus de meeste oesters smakelijk opeet. Lewis Carroll zag de walrus als het symbool van de bourgeoisie, maar dat had Lennon niet helemaal door. En vermits hij stijf stond van de LSD, was dit ook het minste van zijn zorgen. Het punt is, hij heeft er een strafnummer mee gemaakt. En dat is in dit geval meer dan voldoende. Man over boek. Hij streelde met het tipje van zijn tong over haar ruggengraat. Van hoog in haar nek onder de haarlijn tot bij de spleet tussen haar pips. Dan ging hij terug omhoog. Hij liet zijn tong opnieuw omlaag glijden, maar drong dit keer dieper in de spleet van haar mooie kontje door. Oh. Elke week werpen Mieke en Maaike zich op de meest pikante passages uit de wereldliteratuur. Welkom bij... Mieke Maaike's Rachel. Rachel.
Vandaag schieten we raak met Sexy West, erotische westernverhalen uit de jaren 80 rond Los Tres Diablos. Drie premiejagers die op hun paard en in hun bed de wildste avonturen beleven. De boekjes zijn geschreven door ene Franklin Freeman, die eigenlijk gewoon Frank van Dijk heet. Op een dag krijgt hij een Vlaams filmpje in handen. Zedige lectuur waarmee de christelijke uitgeverij Averbode de Vlaamse jeugd wil aanzetten tot lezen. Van Dijk zegt, dit kan ik ook. Hij neemt een willekeurig Tres Diablos seksboekje. Hij schrapt de pornoscènes, voegt een paar katholieke verwijzingen toe en klaar is Frank. Bijvoorbeeld Vlaams filmpje nummer 1845. Drie duivels als veedrijvers. Oh, good heaven. Kreunde Hanna. Dat heb ik nog nooit van mijn hele leven meegemaakt. Drie knappe mannen voor mij alleen. Eén die op hemelse wijze aan mijn poesje leek. En dan nog één aan elke tiet. Wat kan een vrouw zich nog meer wensen? Het schrappen en aanpassen kost Van Dijk amper één dag werk, waarvoor uitgeverij Averbode 10.000 franken neertelt. Een geslaagde mop, want de westernverhaaltjes worden enorm populair bij de Vlaamse katholieke jeugd. En uitgeverij Averbode bestelt een hele reeks. Wel 3 jaar lang publiceert Van Dijk krak dezelfde verhaaltjes in de Sexy West pornoreeks en in de Vrome Vlaamse filmpjes. En dan wordt hij ontmaskerd. De paters van Averbode geven niet expliciet het bedrog van Frank toe, maar weigeren wel plots zijn inzendingen. Maar Frank van Dijk laat het niet aan zijn hart komen en evolueert naar een fulltime pornografische beroepsschrijver die nog van zijn pen kan leven ook. Waarvoor onze welgemeende felicitaciones. En tot volgende week. Mieke Maaikes. Rachel. Zij... Brouwerij Averbode, dat was porno. Ja, maar dat lang alleen, hè. En in Franklin Freeman die niet al ontdekt. Nee, Frank van Dijk. Ja, juist. Respect, man. Nee, Frank. Respect, Frank. Man over boek. Voor veel mensen is er een onlosmakelijk verband tussen op vakantie gaan en boeken. En met boeken bedoel ik veel meer dan het boeken van een vliegtuigticket. Want een boek is de ideale reisgezel als je bijvoorbeeld aan het zonnen bent op het strand, of je bent aan het wachten in een vliegtuigterminal, of je zit hier, zoals in Blankenbergen, op een terras met een frisse pint. En daarom ga ik de mensen in dit appartementsblok een groot plezier doen met deze schitterende klassieker. Dag meneer Aspen. Mag ik u een van de meesterwerken uit uw wereldliteratuur aanbieden voor tijdens uw vakanties te lezen? Zeker. Het is wel niet het simpelste boek. Hè? Maar dat is wel een turf. Hè? En is het een thriller of nee? Geen letterlijke ziek, maar ik ga dat zeker mijn best voor u. Het is lijvig, maar dat is er net zo goed aan. Omdat je dan extra lang kan genieten van alle schoonheid en alle literaire hoogstandjes die erin verwerkt zitten. Dat is juist. Er is trouwens nog een reden waarom Ulysses zo'n bekend boek is. Het staat helemaal bovenaan op het lijstje van een van de meest onleesbare boeken ooit. Ben ik tegen de mensen vergeten te zeggen, maar zwats. Volmoed en zonder vooroordelen storten de bewoners van de residentie Albertum zich op het boek. 2 weken later is het tijd voor een eerste reactie. Nee, het is geen vakantielectuur. Het begint onder andere met iemand die zich gaat scheren. Na 3 bladen is hem nog aan het scheren. Als er een plot in zit, heb ik hem nog niet tegengekomen. Dus. Ik vind het echt niet te lezen. Ik vind er niks goed aan, eerlijk gezegd. Ik ben halverwege begonnen en daar zag ik staan dat de koekoek koekoek deed. En dan had ik het gehad. Ik ken dus wel een paar vrienden aan wie dat ik hem graag zou cadeau doen. Al was het om in te pesten. Waarom een onleesbaar boek toch bestempeld wordt als een wereldklassieker, kom ik te weten van Ulysses-kenner Geert Lernhout en Ulysses-fan Hugo Matthijssen. Hugo, Ulysses, waar gaat dat boek eigenlijk over? Wel, op het gevaar af van geweldig domme dingen te zeggen, zou ik zeggen, het gaat over de belevenissen van 1 hoofdpersoon die we gedurende een dag mogen volgen doorheen redelijk banale gebeurtenissen. Maar het speciale is dat we eigenlijk mee in de hersens mogen kruipen en dat we ook de veelheid aan stemmen horen die zich in de gemiddeld menselijk brein
afspelen. Ik dacht dat die ader, of hoe heet dat verdikme, op barsten stond. Al is zijn neus niet zo groot. Professor, ga je akkoord met die korte samenvatting? Ja, het klopt helemaal. Het is datgene wat zich afspeelt op 16 juni 1904 in Dublin. Maar dat is een dag dat er eigenlijk niks belangrijks gebeurd is. En meer dan die dag krijg je niet. En het belang van het boek heeft vooral te maken met het feit dat je in 18 hoofdstukken 18 verschillende perspectieven, zelfs 18 verschillende literaire stijlen krijgt. Haakje open. Het paard hinnikt. Heus. Hedenochtend is het stoffelijk overschot van wijlen Patrick Dingnam, punt. Machines, punt. Vermorzelen iemand als ze hem te pakken krijgen, punt. Na al die uren aankleden en parfumeren en kammen, net van ijzer. Of een soort dikke koevoet. Zoals je de hele tijd overeind stond. Hij zal wel oesters gegeten hebben, denk ik. Zo is er één hoofdstuk wat ik geweldig grappig vond. Dat, is eigenlijk, dat lijkt door een soort notaris geschreven. Dat bestaat alleen uit vragen en antwoorden. En een van de dingen is een beschrijving van het hoofdpersonage. Dat de kraan opendraait en dan is de vraag ongeveer... Stroomde het? En in plaats van te antwoorden wel toen kwam er water uit de kraan, komt er een hele beschrijving van de kraan helemaal terug naar mijlen verder, naar de watertoren. Met een kubieke inhoud van 11 miljard liter... passeerde het door een ondergronds aquaduct van enkele en dubbele pijpleidingen. Hoe komt het dat een boek dat toch niet onmiddellijk van de simpelste is, kan uitgroeien tot een klassieker in de wereldliteratuur? Historisch gezien zijn er twee redenen voor. In 1922, toen het boek uitkwam, is het in Parijs moeten uitkomen, omdat het zowel in Amerika als in Engeland verboden was. Waarom? Omdat daar, ja, er zijn verwijzingen in naar menstruatie, mensen gaan naar het toilet, er zijn verwijzingen in naar allemaal vieze dingen die wij allemaal dagelijks doen, maar die je niet in literatuur verwacht. Hij is beslist 3 of 4 keer gekomen. Met dat enorme grote rode woeste ding van hem. Anderzijds had het ook een succes als een boek dat bewonderd werd door andere schrijvers. Was het een boek van een schrijver voor andere schrijvers, omdat er al die nieuwe technieken die Joyce eigenlijk voor een stuk heeft uitgevonden of opnieuw ontdekt heeft, die zaten allemaal in één boek. Waar is die arme Arius nu om de discussies aan te gaan? Voerde zijn leven lang strijd over de contrast. Magnificen, joh. Godverdomme. Stel je voor, ik ben volledig overtuigd om aan het boek te beginnen. Ja, op welke manier begin ik daar nu best aan? Het kan geen kwaad, denk ik, van een degelijke inleiding op het boek te lezen. En nu wou het toeval, in mijn geval een jaar of 5 geleden, denk ik, dat ik professor Lernout tegenkwam, grote Joyce-specialist. Dus mijn eerste en bijzonder domme vraag was, is dat nu werkelijk zo onleesbaar? En hij heeft me gezegd, nee, dat is heel leesbaar. En door een wonderlijk toeval kreeg ik een week later dit boek van diezelfde professor in mijn bus. Maar heb je echt een handleiding nodig om het boek te begrijpen? Het helpt wel, omdat het is geschreven in een andere periode, in een andere cultuur. En er zitten een hoop verwijzingen in. En om een heel slechte vergelijking te maken. Ik heb ooit eens iets gelezen van Jean-Marie Bergmans, een verhaal. En daar komt de zin in. Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. Er is natuurlijk een waarheid als een koe. Voor mensen zoals wij, maar over 80 jaar in een andere samenleving zal daar een soort professor Lernout voor nodig zijn om daar dieper op in te gaan. Dus eigenlijk zouden we een soort van package deal moeten hebben als je dit koopt, dat je dit er automatisch bij krijgt. Ik zou zeggen, als Ulysses een pak friet is, dan is het boek van de professor een frietstokje. Dan maakt het toch allemaal wat beter te behappen. Onze appartementsbewoners zijn wellicht ook wel gebaat met zo'n literair frietstokje. Ik wens ze daar nog heel veel leesplezier in Blankenbergen. Volgende week werpen Mieke en Maaike zich schaamteloos op 50 tinten grijs. Ontmoet ik dwergen in een sprookjesbos en stuur ik Jan Baljouw naar Moskou om uit te zoeken wie nu eigenlijk de grootste is. Tolstoj of Dostojevski. Tot volgende week. Man over boek. Als ik maar één boek in mijn leven mag lezen, dan moet het over de liefde gaan. Een liefste eentje waar ik nog iets van kan bijleren. De Ars Amatoria van Ovidius is zo'n boek.
Daarin beschrijft Ovidius hoe je een doelwit kiest en hoe je iemand verovert. Hij geeft tips, bijvoorbeeld zorg dat je niet dronken bent, maar ook een beetje een vreemde tip. Af en toe mag je de vrouw wel een beetje pijn doen. Als je dan die liefde veroverd hebt, dan moet je die persoon ook aan je binden. En ook daarvoor heeft Ovidius tips. Bijvoorbeeld, belaad haar met geschenken. Kleine geschenkjes zijn goed. En heel belangrijk, laat je ook niet betrappen op overspel. En als kerst op de taart is er de remedia amoris. De remedies tegen de liefde. Als je liefdesverdriet hebt of als je eigenlijk gewoon van je lief af wilt. Maak dan een verre reis, zegt Ovidius, of zoek gewoon een ander lief. Dit boek is dus eigenlijk een handleiding voor het allerbelangrijkste in het leven, de liefde. Mijn taak is nu volbracht. Straks zult u uw gewijde dichter dankbaar wezen. U, man of vrouw, die door mijn verzen is genezen.